dames en heren. Welkom bij dit actualiteitencollege namens Zoetwijk, Kammer en Vox. We gaan het vandaag hebben over het thema anti-homo-wetten en homo-emancipatie. Ik zag net, het was niet geweldige kwaliteit, maar misschien heb je het ook gezien, een stukje uit een documentaire van Stephen Fry, de Engelse programmamaker, die in zijn programma Out There reizen maakte door de hele wereld en met name probeerde te achterhalen waar de homofobe reacties van in sommige landen waar hij vandaan kwam. Een soort persoonlijke reis ook, want hij is zelf homoseksueel en vroeg zich dus af waarom zijn mensen nu zo tegen ons. In westerse landen lijkt het tij gekeerd in die zin dat de gelijkberechtiging van homoseksuelen een gewone zaak lijkt. We hebben in veel landen al het homohuwelijk. Discriminatie tegen homo's wordt bestraft. Denk ik van nou, dat pleit is gewonnen. Maar anderzijds zie je ook dat de weerstand toeneemt. Ik herinner jullie aan de demonstraties in Frankrijk tegen het homohuwelijk. De reacties van veel allochtone jongeren die homoseksualiteit helemaal niet zien zitten. Maar wat het, de media het meest heeft gevuld zijn reacties in het buitenland. In de aanloop naar Sochi ging het over wetgeving, nieuwe wetgeving in Rusland, die het propageren van onnatuurlijke seksuele handelingen verbiedt. En wij denken allemaal dat is dan newspeak voor anti-homoseksualiteit. En laatst hadden we berichten over Oeganda, waar een nieuwe wet werd ingediend die homoseksualiteit ongeveer in elke denkbare vorm en gestalte verbiedt. En niet zo'n beetje verbiedt, maar heel streng verbiedt. En dat heeft veel reuring gegeven in westerse media. En er zijn ook andere landen, zelfs staten in Amerika, waar allerlei wetgeving is die probeert homoseksuelen toch in feite het leven zuur te maken. Oppervlakkig gezien, als je de krant leest, zou je denken hier is een strijd tussen licht en donker aan de gang. Licht de mensen die een liberaal standpunt hebben over homoseksualiteit en donker de homofobie van al die anderen. Maar het ligt waarschijnlijk toch wat subtieler. En Stefan Dudink, hij zit hiervoor, onderzoeker en docent bij het Instituut voor Gender Studies hier aan onze universiteit, die gaat ons daar wat achtergronden over vertellen. Maar voordat hij aan het woord komt, geef ik gewoontegetrouw het woord aan onze vaste columnist, Leon Wekker. Dames en heren, Oeganda heeft haar anti-homo-wet. Op homofilie staat net niet de doodstraf, maar wel levenslang. En het tsaar aller Russen, ene Vladimir Poetin, geeft ook geen krimp. Ook niet als het om anti-homo-wetgeving gaat. De nieuwe wet geeft de overheid immers alle vrijheid de tekst zo te interpreteren dat een publiek gesprek over homofilie in feite al een strafbare daad is. Recentelijk hebben vier homo's in Nigeria elk 20 zweepslagen gekregen met uitzicht op nog eens 15. Die kennen daar inmiddels ook het klappen van de zweep. En wat die wetten betreft, de wereld en met name een deel van de westelijke wereld is hevig verontwaardigd en vraagt, eist en beveelt, minstens met woorden, dat de betreffende wetten worden ingetrokken. Maar klopt die verontwaardiging wel? In hoeverre zijn bijvoorbeeld de presidenten van Rusland en Oeganda, zoals wel geschreven en gesuggereerd wordt, persoonlijk de oorzaak van de op schrift gestelde homofobie? In zijn algemeenheid is het discrimineren, vervolgen, mishandelen en vermoorden van minderheden geen verschijnsel dat alleen aan homohaat gerelateerd kan worden. Iedere minderheid loopt immers de kans de rol van zondebok te krijgen toebedeeld. Oorzaken van eigen falen en of problemen kunnen aan de al zodanig gepresenteerde dreiging geweten worden. Het gaat daarbij om het bevestigen van de eigen voortreffelijke identiteit door stigmatisering van de identiteit van de ander. Het is een proces waarbij ook saamhorigheid door een dreiging van buiten wordt bewerkstelligd en een rechtvaardiging wordt gegeven voor besluiten en gedragingen die in veel gevallen weinig of niets met de aangeleverde
dreiging van doen hebben. En al die functies worden ook door een anti-homo-beeld vervuld. Overigens, ook een pro-homo-beeld kan zijn uitwerking hebben door het gedrag van de houders, waardoor zij selectief waarnemen en de complexe oorzakelijkheid van allerlei ontwikkelingen en gebeurtenissen soms tot één enkele persoon terugbrengen. Een voorbeeld in deze is de president van Rusland, Poetin, waarvan een bijkans autistisch vijandbeeld de ronde doet. Het is een beeld dat gekenmerkt wordt door extreme egocentriciteit. Een beeld dat niet verandert, ongeacht de aard van nieuwe informatie. De Russische anti-homo-wet wordt vooral op zijn persoonlijk konto geschreven. Hij is de vervente anti-homo. De media framen en primen er lustig op los, waarbij men kennelijk medegeleid door sensatielucht, lust, onkunde en politieke vooringenomenheid een belangrijke bijdrage levert tot nationaal en internationaal onbegrip in zaken een bepaalde politieke, culturele, economische, dan wel maatschappelijke werkelijkheid. Wat houdt die Russische wet in feite in? Wie van u heeft die anti-homo-wet gelezen? En wie dat dan wel gedaan zou hebben? Wie heeft hem ook begrepen? En kan met enig gezag iets zeggen over de toekomstige interpretaties van de wetsartikelen, zoals politici en uiteindelijk rechters die zullen geven? Het woord homo komt in die wet niet voor. Zolang Russen bestaan, zijn ze inderdaad niet gecharmeerd van homofilie. Maar het is niet verboden. En je kunt onder het genot van een drankje in een homocafé in een van de grote steden dan ook je mening met mannen, dan wel vrouwen, van gelijke seksuele geaardheid delen. De wet stelt propaganda van niet-traditionele relaties onder minderjarigen is strafbaar. Overigens, die wet die formeel beoogt de jeugd te beschermen, is niet van Poetin afkomstig, maar van Jelena Mizolina, de voorzitter van de Doema-commissie voor familie- en jeugdzaken. Voor die wet werd met name door de Russisch-Orthodoxe Kerk zwaar gelobbyd. Bij dat alles komt dat conservatieve Russische politici homo's ook nog deels de schuld geven van het dalend aantal geboorten in Rusland. Een probleem waarover, en dit in de kantlijn, Ruslanddeskundige Hans Oversloot vermeldt dat stelletjes in de regio Ulyanovsk elk jaar op 12 september een dag vrij krijgen, zodat ze samen aan het dalend geboortecijfer kunnen werken. Wie inderdaad precies 9 maanden later op 12 juni een kind krijgt, maakt kans op een nieuwe auto of een nieuwe koelkast. De anti-homo-wet in Oeganda is een grootschalige schending van de mensenrechten. Maar om met name president Museveni daarop aan te kijken, getuigt van weinig begrip voor al die factoren die buiten en naast de president uiteindelijk tot de wet geleid hebben. Een van die factoren is de Amerikaanse evangelicale homohater Scott Lively. Zijn zending en die van zijn medestrijders ondervinden in de Verenigde Staten groeiende weerstand. Ondanks het feit dat 8 staten van de Verenigde Staten nog steeds homowetten, vergelijkbaar met die in Rusland, hanteren. En volgens een recent opinieonderzoek in 33 staten van de VS de meerderheid van de bevolking tegen het homohuwelijk gekant is. In Afrika had en heeft Scott Lively meer succes. En met name in Oeganda, in welk land hij waar mogelijk het tot stand komen van de anti-homo-wet heeft bevorderd. Volgens Human Rights Watch zou hij er al een paar jaar geleden in geslaagd zijn enkele steden in Moldavië zover te krijgen dat zij homovrije zones hebben ingesteld. En natuurlijk was ook het afleiden van de aandacht van burgers en politici van binnenlandse problemen voor de Oegandese president, die overigens geen uitgesproken voorstander van de wet was, wel mooi meegenomen. Voorts hebben ook diverse sponsoren van Oeganda bijgedragen aan het tot stand komen van de wet. En niet te vergeten was het in de strijd tussen regering en parlement een overwinning
van de laatstgenoemde. Rechten van homo's betreffen een imperialistische, neocoloniale, westerse agenda, al dus de visie in een aantal Afrikaanse staten, waardoor dergelijke wetten en ook het streven ernaar aan politieke relevantie winnen. We zullen ervoor moeten waken, niet alleen personen in het bijzonder voor homofobische besluiten en gedragingen verantwoordelijk te stellen, maar dienen de totale complexe oorzakelijkheid in onze beschouwing te betrekken. De strijd voor homorechten is in de wereld nog steeds meer dan noodzakelijk. Al gaat het misschien iets te ver. De Kalverstraat in Amsterdam tot een hetero-vrije zone te verklaren. Goedemiddag. Leon Wek heeft eigenlijk net in 5 minuten verteld wat ik in 30 minuten ga vertellen. Dus als u iets anders te doen heeft, gaat het voor ons doen. Het clipje wat net getoond werd van Stephen Fry, dat niet helemaal te horen was, waarin hij de minister van Moraal van Uganda interviewt. Een van de dingen die Fry daarin zegt, en ik had gehoopt dat u dat zou horen, maar ik zeg het dus maar even zelf, is dat die wet een barbaric bill is, dus een barbaarse wet. Dat is van belang om te weten dat dat een van de dingen is die Fry in dat stukje zegt. En ik wilde ermee beginnen om de Britse verontwaardiging die Fry uitdraagt te contrasteren of te plaatsen naast een andere verontwaardiging van de Britten, namelijk een verontwaardiging die een kleine 130 jaar terug speelde. Toen waren de Britten al evenzeer verontwaardigd en toen waren zij verontwaardigd over deze man, Kabaka Mwanga, de tweede Kabaka-koning van wat toen Buganda was. Een rijk dat in de tijd dat hij koning was, in 1886, onder enorme druk stond. Dat onder enorme druk stond van dreigende kolonisatie door de Britten, dreigende kolonisatie door de Duitsers en daarnaast ook bedreigd werd door missie en door zending, gesteund door allerlei koloniale machten die zijn rijk van binnenuit aan het opeten waren. Een onderdeel van deze strijd om Buganda, werd geleverd over de pages aan het hof van Kabaka Mwanga. Aan het hof van Kabaka Mwanga waren verschillende groepen pages. Dat waren de zoons van vooraanstaande families in Buganda, die op die manier verbonden werden met het koninkrijk en andersom. En de zendelingen en de missionarissen deden hun best om de jongens op te bekeren en slaagden daar ook in. Merendeel van de jongens bekeerden zich tot katholicisme of tot het protestantisme en zij betaalden daarvoor een hoge prijs. Een van de dingen die de jongens deden of weigerden na hun bekering was nog langer schandelijke zonden, onnatuurlijke daden of heidense obsceniteiten te plegen met de vorst. En dit zijn termen die afkomstig zijn uit verslagen van missionarissen die volgden op deze gebeurtenissen. Dus de jongens weigeren nog langer schandelijke zonden, onnatuurlijke daden of heidense obsceniteiten te plegen met hun vorst. De vorst is daar niet van gediend en die is vooral niet gediend van het feit dat zij zich bekeren tot katholicisme of protestantisme. Hij eist van hen dat ze zich weer van hun nieuwe religie ontdoen. Ze weigeren dat en ze betalen daarvoor een heel hoge prijs. 22 van hen, de katholieken, worden levend verbrand op een brandstapel bij Namungogo in 1886. Zij worden vervolgens in 1920 door de katholieke kerk heilig zalig verklaard, in 1964 door de kerk heilig verklaard en bij Namungogo verrijst een basiliek waar tot op de dag van vandaag deze martelaren van Buganda herdacht worden. Deze geschiedenis is onderdeel van het kolonialisme en van de missie in Afrika, een belangrijk onderdeel, maar ook een onderdeel van de koloniale geschiedenis van Buganda en van Uganda. De moorden leidden tot een burgeroorlog gesteund door koloniale machten tussen katholieke legers, legers van de protestanten, het moslimleger ook en de vorst aan de andere kant. En in dit machtsvacuüm voelen de Britten zich geroepen, of zien zij waarschijnlijk hun kans schoon om in te grijpen. En de Britse regering geeft aan de Imperial British East India Company een charter toestemming om law and order te herstellen. Wat de opmaat is tot kolonisering van Buganda. Een soort kolonisatie by proxy door die East India Company, die uiteindelijk gevolgd wordt door de gehele kolonisatie van Buganda en het opname ervan in wat uiteindelijk Uganda wordt, een deel van het Britse Rijk in Afrika. Die charter, het afgeven van die charter waarmee de Britse staten dus mogelijk maken om Uganda te koloniseren,
wordt voorafgegaan door een breed uitgemeten verontwaardiging in de Britse pers over de moord op die 22 pages. En in de verontwaardiging daarover wordt uitgebreid gesproken over de onnatuurlijke daden en vooral over de barbaarse seksuele verdorvenheid van Manga de Tweede. Die verontwaardiging is natuurlijk niet de oorzaak, is niet de reden achter de kolonisatie van Buganda, maar speelt wel een belangrijke rol in de rechtvaardiging daarvan. Dus een verontwaardiging over immorele seksuele praktijken speelt een belangrijke rol in het rechtvaardigen van de uiteindelijke kolonisatie van Buganda, waarmee de Britten heel erg dicht in de buurt komen van hun streven, en dat is een Noord-Zuid koloniaal rijk in Afrika te vestigen. Dat groot is de Britten, dus dat lukt ze bijna. De enige die ertussen zitten zijn die nare Belgen en hier de Duitsers die ook nog een stukje van Oost-Duitsland in beslag nemen, van Oost-Afrika in beslag nemen. Maar verder lukt het de Britten bijna om dat Noord-Zuid koloniaal rijk te vestigen. Nu, waarom vertel ik dit? Ik vertel dit omdat het kan verkeren. In 1886 veroordelen de Britten uit naam van het christendom de onnatuurlijke en barbaarse daden van de koning van Buganda. En in 2013 zijn de Britten evenzeer verontwaardigd, maar dan uit naam van de liberale democratie, over een Oegandese president die uit naam van het christendom een wet invoert en ondertekent die een christelijke moraal uitdraagt en afdwingt. Het lijkt alsof we te maken hebben met een totale omkering. Maar zoals het geval is bij zoveel totale omkeringen, het punt waarom de omkering plaatsvindt, het scharnierpunt waar het allemaal om draait, blijft in heel veel opzichten hetzelfde. En wat is dat scharnierpunt? Dat scharnierpunt is wat wij homoseksualiteit noemen. En dat scharnierpunt blijft hetzelfde in die zin dat homoseksualiteit zowel in 1886 als in 2013 een intens politieke categorie is. Homoseksualiteit is intens gepolitiseerd. Het is intens gepolitiseerd in de context van internationale politiek. Het speelt een enorme rol in internationale conflicten. In die conflicten zie je een terugkerend gebruik van de retoriek van barbaarsheid en beschaving. Zowel in 1886 als in 2013 zijn barbaarsheid en beschaving de termen waarin dat politieke conflict wordt uitgevochten. En tot slot denk ik dat wat van belang is, is dat dit alles gebeurt in een wijdere context van wat wij nu globalisering zouden noemen, maar wat je toch beter kunt aanduiden als kolonialisme, neocolonialisme en postkolonialisme, waarbij ook postkolonialisme de tijd is van het eind van het formele kolonialisme, maar feitelijk natuurlijk de periode is van de verwerking en het doorwerken van het koloniaal verleden. Nou, ik denk dat een van de sleutels tot het begrijpen van de Oegandese wet en van andere wetten en van andere anti- en pro-homo-campagnes die context is. Die context is van globalisering, die context van een toenemende verknoping naar intensiteit en naar omvang tussen verschillende delen van de wereld. Ik denk dat de obsessieve aandacht voor homoseksualiteit voor een deel begrepen moet worden uit de symbolische betekenissen van homoseksualiteit in die toenemende verknoping van de wereld. Ik denk dat we die obsessie met homoseksualiteit kunnen begrijpen uit het vermogen van homoseksualiteit om verschil te maken, om het verschil te symboliseren tussen culturen, tussen landen en tussen delen van de wereld. Dus het symbolische vermogen van homoseksualiteit om verschil te maken, verschil tussen landen, verschil tussen culturen, dat voor een deel verklaart waarom homoseksualiteit zo in de aandacht staat. En dat is vooral het geval in een context van verknoping, waarin die verschillen tussen landen, tussen culturen onder druk staan, verdwenen zijn, aan het verdwijnen zijn, niet aanwijsbaar zijn, of contexten waarin het politiek buitengewoon opportun of effectief is om die verschillen te onderstrepen. We kijken naar Oeganda, waar Museveni afgelopen februari de befaamde wet heeft ondertekend, dan zie je daar precies die retoriek over homoseksualiteit als on-Afrikaans. Homoseksualiteit is on-Afrikaans en vooral ook niet Oegandees. Homoseksualiteit is van elders. Van elders. Homoseksualiteit is ingevoerd door de Amerikanen, door Europeanen. En homoseksualiteit is vooral iets dat ingevoerd is omdat Europeanen en Amerikanen het op onze kinderen hebben voorzien. Dus homoseksualiteit wordt ingeschreven in een vertoog over categorische verschillen tussen ons en zij.
Homoseksualiteit dient om een verschil te maken tussen een homoseksuele buitenwereld en een niet-homoseksueel Afrika en een niet-homoseksueel Oeganda. En het creëert daarmee een fantasie van culturele autonomie, van culturele authenticiteit en van nationale authenticiteit en autonomie. De fantasie die homoseksualiteit in het leven helpt roepen is die van culturele authenticiteit en nationale autonomie. Die fantasie van authenticiteit en autonomie helpt allerlei historische en contemporaine verknopingen onzichtbaar maken. Dus die fantasie over een authentiek en een autonoom Afrika, een authentiek en autonoom Oeganda, helpt allerlei feitelijke verknopingen aan het zicht te onttrekken. Zoals, en Rekker wees daar al op, de invloed van een Amerikaanse evangelische beweging in het maken van deze wetten. Het feit dat de authentieke gezinsmoraal die deze wet moet beschermen, dat die authentieke gezinsmoraal geheel en al product is van 150 jaar missie en zending in Afrika. En dat de moraal die met enige rechtvaardiging authentiek genoemd kan worden, een authentieke Afrikaanse moraal, die natuurlijk heel erg complex is, maar als we dat even zouden zeggen, dat is een moraal van polyandrie, van polygamie en van informele adoptie van kinderen, waardoor nieuwe lijnen van afstamming gecreëerd worden. Dus dat is niet de authentieke gezinsmoraal die Oeganda nu uitdraagt, maar een hele andere moraal van polygamie, polyandrie en informele adoptie. Een andere complexiteit, een verknoping die aan het zicht wordt ontrokken, is het feit dat de eerste homowetten in Oeganda koloniale waren, werd ingevoerd door de Britse kolonisatoren. Dus een heel web van onderlinge verbinding tussen het Westen en Oeganda, tussen de koloniën en tussen de kolonisatoren en Afrika, wordt aan het zicht ontrokken door die retoriek over homoseksualiteit als niet-Afrikaans, maar van elders. Dit claimen van autonomie via een retoriek over homoseksualiteit gaat verder dan alleen de kwestie van homoseksualiteit. Dat claimen van autonomie kwam Museveni en de Oegandese regering heel goed uit toen dit alles in 2009 begon, want dit speelt al veel langer. Het speelt al sinds 2009 en eigenlijk al eerder dan dat. In 2009 was Oeganda nog steeds verwikkeld in niet één, maar liefst twee burgeroorlogen die het land buitengewoon moeilijk maakten. Burgeroorlogen waarin aan beide zijden kindsoldaten ingezet werden, waarover heel veel internationale ophef ontstond. Oeganda stond onder internationale druk over corruptie met betrekking tot het besteden van hulpgeld of het niet daarvan besteden. En zoals zoveel landen in Afrika, Oeganda ging door een radicaal proces van structural adjustment aan een neoliberaal regime dat voor intensivering van armoede en sociale ongelijkheid zorgde. Dus een retoriek van autonomie, een retoriek van authenticiteit, komt een regering en een president buitengewoon goed uit in een tijd waarin internationale druk op het land toeneemt en waarin het land overgeleverd lijkt te zijn aan een onbeheersbare internationale dynamiek van culturele en economische globalisering. Deze geschiedenis is nog langer dan dat en speelt ook in andere delen van Afrika. In 1995 zie je Mugabe in Zimbabwe eenzelfde soort retoriek gebruiken. Het gaat dan over homoseksuelen en lesbiennes als worst en pigs, un-African, voortdurend hameren op het un-African karakter van homoseksualiteit, brought by the colonists and practiced by a few white men. De context waarin Mugabe dit doet is een context waarin zijn morele en politieke leiderschap als een Afrika dat zich manhaft verzet tegen de voormalige kolonisatoren, een Afrika dat wel zelfbewust een nieuwe richting inslaat, dat leiderschap komt in 1995 onder enorme druk te staan. Mugabe wordt bekritiseerd om zijn feitelijke politieke dictatoriale regime, om zijn desastreuze economische hervormingen en bovenal verliest hij dat moreel leiderschap omdat het overgenomen wordt door Zuid-Afrika. Post-apartheid Zuid-Afrika wordt de onbetwiste morele en politieke leider van de regio, in sommige opzichten van heel Afrika. Een moreel leiderschap dat gedragen wordt door Mandela, maar ook gedragen wordt door het feit dat de grondwet van Zuid-Afrika, de post-apartheid grondwet van Zuid-Afrika, een grondwet is waarin discriminatie van homoseksualiteit expliciet wordt verboden. Nou, in deze context waarin Mugabe zijn morele leiderschap van het postkoloniaal Afrika verliest, over moet geven aan Zuid-Afrika, zet hij die retoriek van anti-homoseksualiteit in om autonomie te claimen, om authenticiteit te claimen en daarmee zijn moreel leiderschap in de regio te herwinnen. Buiten Afrika
speelt iets dergelijks al veel langer in Polen. Polen is natuurlijk het land waarin de nazistaat als autonoom fenomeen nooit verwezenlijkt is. Polen is altijd omvergelopen, meest recentelijk door Nazi-Duitsland en vervolgens door Sovjet-Rusland. Na 1989 ontstaat er zoiets als een Poolse autonome nazistaat, maar die is onmiddellijk ook overgeleverd aan een genadeloze internationale dynamiek. De Polen zelf vrezen cultureel imperialisme vanuit het Westen. Zij worden onmiddellijk onderworpen aan economische globalisering en een heel hardhandig programma van herstructurering. En er wachtte natuurlijk het lidmaatschap van de Europese Unie. Dus die Poolse nazistaat, dat precaire object van de Poolse nazistaat, op het moment dat het verworven wordt, dreigt het ook onmiddellijk weer ten onder te gaan. In allerlei retoriek daarover is homoseksualiteit een speerpunt. Homoseksualiteit wordt een speerpunt waarin culturele autonomie, maar ook vaak politieke autonomie en culturele authenticiteit van Polen benadrukt wordt en dat die verdedigd moet worden tegen de homoseksualiteit die vanuit het Westen het land binnenkomt. Op het spandoek hier gaat het over een dreigende homodictatuur. Nou, dat is een politieke constellatie waar ik altijd nog met groot verlangen naar uitkijk. Maar die wordt hier afgezworen. Het is het levensgevaar. En natuurlijk gerepresenteerd door het gezin dat onder dreiging staat. En natuurlijk ook kinderen die door homoseksuelen, die altijd gelijkgesteld worden aan pedoseksuelen, bedreigd zouden zijn. Gaan we naar het pro-homo kamp, dan komen we natuurlijk thuis. Dan komen we in Nederland. En in Nederland zie je een opmerkelijk identieke retoriek, maar dan ten faveur van homo's. Pim Fortuyn, die in 1997 in zijn meesterwerk tegen de islamisering van onze cultuur schrijft, dat de bevrijding van vrouwen en homo's na de creatie van de verzorgingsstaat de grootste mentale en culturele prestatie is van de mensheid in de moderne wereld. Een grotere prestatie en inspanning van beschaving, dat is de beschaving weer, is mij niet bekend. Nou, je kunt dus afvragen of Fortuyn ooit van het afschaffen van de slavernij heeft gehoord, bijvoorbeeld. Maar los daarvan is het buitengewoon opmerkelijk dat je bij Fortuyn precies diezelfde retoriek ziet van culturele autonomie en nationale autonomie. Culturele authenticiteit en nationale autonomie. Nederland als het land dat homoseksualiteit bij uitstek beschermt, dat bij uitstek in kwijt heeft voor homoseksualiteit en dat verdedigd moet worden tegen een buitenland dat dan inmiddels al lang in Nederland is, namelijk het gevaar van multiculturalisme. Ik denk dat onze obsessie met multiculturalisme als term eigenlijk verhult hoezeer wij onderhevig zijn aan dezelfde dynamiek waaraan de Afrikaanse leiders onderhevig gaan zijn. En dat is de dynamiek van globalisering. Door die nadruk op multiculturalisme zijn we vergeten dat het gaat om globalisering. En ik denk dat je Pim Fortuyn's taal over homoseksualiteit, het verbinden daarvan met culturele authenticiteit en nationale autonomie, in dat kader van globalisering moet zien. En dit is natuurlijk een buitengewoon invloedrijke taal die wij tot op de dag van vandaag spreken. Nou, waarom homoseksualiteit? Waarom is homoseksualiteit bij uitstek die categorie geworden die gebruikt wordt om nationale autonomie, culturele authenticiteit te claimen? Het is niet alleen homoseksualiteit. Soms is het ook seksen en dan gaat het vooral over vrouwenrechten. Soms, en veel minder, is het ras als categorie waarmee verschil gemaakt wordt en autonomie en authenticiteit wordt geclaimd. Zowel seksen als ras zijn echter veel problematischer dan homoseksualiteit wanneer je een categorisch verschil wil maken. Van seksen is het overduidelijk dat het geen gegeven verschil is. Het is overduidelijk na decennia feminisme dat het geen gegeven verschil is en het kan dus dat retorische werk van het maken van een categorisch gegeven verschil veel minder verzetten dan homoseksualiteit dat kan doen. In alle landen waar dit speelt is het overduidelijk dat vrouwen politici zijn, dat ze ondernemers zijn, dat zij werken. Dus seks als gegeven verschil werkt retorisch minder goed dan homoseksualiteit. Ras is natuurlijk buitengewoon problematisch. Na de Tweede Wereldoorlog is er toch eigenlijk een mondiale consensus ontstaan over de verwerpelijkheid van racisme. En hoewel racisme natuurlijk nog bestaat en het politiek gebruik van ras als rhetorische categorie ook nog bestaat, is het veel ingewikkelder om ras te gebruiken op de manier waarop we homoseksualiteit wel kunnen gebruiken. Dus waar seksen duidelijk een te veranderlijke categorie is om ingezet te worden om een categorisch verschil te maken en ras te omstreden is, komt homoseksualiteit als uit de hemel gevallen een categorie waarmee categorisch verschil gemaakt kan worden. Daarnaast is het zo, dat helpt ook te verklaren waarom homoseksualiteit de rol speelt die het speelt, dat homoseksualiteit in zekere zin globaal is. De strijd over homoseksualiteit is een globale strijd geworden. De homobeweging kiest
de VN als strijdtoneel, de homobeweging kiest de retoriek van mensenrechten, van verdragen over mensenrechten als strijdtoneel. En de tegenstanders doen dat ook. Daarnaast is homoseksualiteit globaal geworden in de zin dat een westerse homoseksuele identiteit, het idee van homoseksualiteit als gegeven, als voorkomend uit de identiteit die diep in ons ligt, een identiteit die komt met een voorkeur op het gebied van kleding, woninginrichting, weet ik veel wat. Die notie van homoseksualiteit is aan de globale opmars bezig. En we moeten dan natuurlijk allemaal relativerende dingen daarover zeggen. Dat je in elders in de wereld hybride vormen vindt van westerse en niet-westerse homoseksualiteit. Dat westerse homoseksualiteit niet globaal, maar global geworden is, fusies aangaat met globale betekenissen. Dat is allemaal waar, maar tegelijkertijd denk ik dat er wel degelijk een proces van globalisering van westerse homoseksualiteit plaatsvindt. Dat heeft bijgedragen aan de bruikbaarheid van het symbool van homoseksualiteit als symbool van nationale autonomie, culturele authenticiteit in een globaliserende wereld. Homoseksualiteit is een categorie geworden waarmee in een globaliserende wereld een categorisch verschil tussen hier en daar, tussen hier en de rest van de wereld gemaakt kan worden. En dat wordt gedaan door hen, maar evenzeer door ons. Dank u wel. Dank u wel, Stefan, voor een. Dat was echt een achtergrond. Ik wil beginnen met een vraag. Dus zoals jij je verhaal nu vertelt, lijkt het alsof de keuze voor homoseksualiteit toch iets instrumenteels is. Men kiest homoseksualiteit omdat dat op een of andere manier controversieel is. En dat wordt gebruikt om zowel aan de ene kant, aan de pro-kant, als aan de andere kant, je identiteit, je culturele macht te bevestigen. Maar wat is er intrinsiek aan homoseksualiteit waardoor dat nou als zodanig kan functioneren en niet voedsel of kleding of haardracht of afkeer van Joden? Ik bedoel, antisemitisme. Ik denk, toen jij je verhaal deelde, dacht van in sommige passages kun je homoseksualiteit vervangen door Joden en dan ben je ongeveer hetzelfde verhaal. Is er iets intrinsieks in homoseksualiteit waardoor dat zo'n cultureel pijnpunt wordt? Ik denk dat er niets intrinsieks aan homoseksualiteit is, net zoals er niets intrinsieks aan Joden is, waardoor zij slachtoffer van antisemitisme zijn geworden. Het zou natuurlijk heel pijnlijke omdraaiing zijn als je zou zeggen dat er iets intrinsieks is waardoor een groep slachtoffer wordt van discriminatie of ingezet wordt als retorische categorie. Wat misschien wel, wat je in je overwegingen mee moet nemen, is dat het gaat om seksualiteit. En seksualiteit is natuurlijk een categorie die kan verleiden, maar ook kan verontrusten. Dat is ook niet intrinsiek van seksualiteit, maar seksualiteit kan dat wel heel sterk. Dus als onderdeel van politieke retoriek is seksualiteit heel sterk, omdat het vermogen heeft om te verleiden, om mensen voor te winnen, maar ook het vermogen heeft om te verrusten, om te verontrusten en om afkeer op te roepen. Dus ik denk dat het belang van homoseksualiteit als politieke retoriek een functie is, te maken heeft met de kracht van seksualiteit in politiek. Het vermogen van seksualiteit om mensen te binden, maar ook om afkeer op te roepen. En het gaat natuurlijk om een heel affectieve vorm van politieke retoriek. Affectief in de zin dat dit iets is dat je voelt. De discussie over progressie in de belastingscheiding, zou ik maar zeggen, dat voel je natuurlijk ook, maar op een heel andere manier. Niet op een manier waarop je discussies over seksualiteit voelt. Het is een affectieve politiek. Daarmee is niet gezegd dat seksualiteit per se die functie heeft. Die functie heeft seksualiteit vooral in de moderne wereld, maar ik denk dat het affectieve aspect daarvan heel belangrijk is om de kracht van die retoriek te begrijpen. Ja. Ik denk dat veel mensen in westerse landen zullen denken, de strijd voor homogelijkberechtiging, dat is net zoals de strijd tegen slavernij of de strijd tegen antisemitisme. Dat is een strijd die gaat op den duur gewonnen worden. Daar zit progressie in. Dat is een lineaire lijn in de geschiedenis. En op een gegeven moment zal iedereen inzien dat antisemitisme iets is voor dat het dom is. Hè? Denk je dat er zo'n lijn ook zit in het denken over homoseksualiteit? Is het een politieke strijd tussen gelijkwaardige partners? Of is het een achterhoede gevecht van homofobe groepen in de wereld tegen een onvermijdelijke ontwikkeling?
Nou ja, dat is heel erg ingewikkeld. Ik bedoel, de strijd tegen slavernij is natuurlijk maar heel ten dele gewonnen. Slavernij bestaat nog steeds. De strijd tegen antisemitisme is maar heel gedeeltelijk gewonnen. Racisme is maar heel gedeeltelijk gewonnen. En dat geldt voor homoseksualiteit, denk ik ook. Het lijkt alsof er een soort van stijgende lijn in zit. Hoe lang die volhoudt, dat weet je niet. En wat natuurlijk ook gebeurt, is dat het object waar het om gaat van karakter verandert. De homoseksualiteit waar 180 jaar geleden of 100 jaar geleden voor gestreden werd, is een heel andere homoseksualiteit dan die waar het vandaag de dag over gaat. Dus in die zin is er ook een enorme historische discontinuïteit. Wat ik wel denk, is dat een hoop van de fronten, de nieuwe fronten die geopend zijn in de strijd over homoseksualiteit, daar wordt vaak heel melodramatisch over gedaan. Van, oh kijk wat erg, en hier ook en daar ook. En vaak zijn het alleen maar blijken van het succes. Zoals bijvoorbeeld het uitkomen voor een homoseksualiteit van kinderen op middelbare scholen. Daar wordt door Harry Wongsma heel dramatisch over gedaan. Veel tv-tijd aan gewijd. En het is natuurlijk ook serieus, maar 30 jaar geleden was het volledig ondenkbaar dat iemand op de middelbare school voor zijn homoseksualiteit zou uitkomen. Dus het is een nieuw front dat geopend is als gevolg van eerder succes. Dus ik denk dat je veel van die melodramatische verhalen over nieuwe plaatsen van onderdrukking, dat je die wel met een korreltje zout moet bezien, omdat dat plaatsen zijn waar het eerder eenvoudigweg ondenkbaar was dat homoseksualiteit zichtbaar of leefbaar zou zijn. Is het een zaak in het begin van het programma, dat interview, een paar interviews van Stephen Fry. Wat me daar, ik heb dat documentaire helemaal gezien, wat me daar aan opviel is, Stephen Fry confronteert dan, heeft dan een gesprek aan met mensen die duidelijk homofobe opvattingen hebben, maar dat gesprek loopt helemaal niet. Eigenlijk krijg je het idee dat ze volkomen langs elkaar afpraten, want Stephen Fry heeft het over liefde, trouw, relaties, dat soort zaken, en zijn partners die hebben het over anale seks en wat je daar allemaal voor vreselijke ziektes van kunt krijgen. En over het verleiden van jongetjes en dat soort dingen. En ze praten helemaal langs elkaar af. Betekent dat nou ook dat die hele confrontatie, mondiale confrontatie tussen mensen die voor en tegen homogelijkberechtiging zijn, is dat een gesprek tussen mensen die elkaar helemaal niet verstaan? Gaat het over hele verschillende dingen eigenlijk? Ja, ten dele wel, omdat het een gesprek is maar heel ten dele over homoseksualiteit gaat. Als het gaat om een symbolische categorie, dan wordt er eigenlijk iets anders besproken dan homoseksualiteit zelf. Dus in die zin is het een gesprek tussen doven. Het is ook een gesprek dat doodloopt omdat er heel verschillende conceptualiseringen van homoseksualiteit in het spel zijn. Fry is echt van homoseksualiteit is een identiteit, dat ben je, en dat ben je voor je hele leven en daar komen allerlei dingen bij kijken. Wat die Oegandese minister van Moraal eigenlijk beweert is dat homoseksualiteit een vorm van moreel verval is. Een onderdeel van de rechtvaardiging van de wet ook, is ook dat homoseksualiteit geen genetische oorsprong heeft. Dat wordt voortdurend herhaald, het is geen genetische categorie. Het is iets dat je wordt als gevolg van morele laksheid. Dus daar zie je ook al hoe totaal tegenovergestelde noties van homoseksualiteit zijn waar het over gaat. Dus dat kan nooit een betekenisvol gesprek worden. Maar is dat ook een soort bevestiging van Joost idee dat het een symbolische strijd is? Er is geen materiële belangenstegenstelling. Nou, het gaat over meer dan alleen maar homoseksualiteit. Homoseksualiteit is niet het enige waar het over gaat. Dus dat gesprek kan nooit een betekenisvol gesprek over homoseksualiteit zijn. Omdat er zoveel andere dingen in het spel zijn. Wat Stephen Fry zich vaak afvraagt, dan zegt hij van, hoe kunnen mensen toch zo fanatiek zijn tegen homo's terwijl ze geen last van hebben? De maatschappelijk geen last van is, het kost je geen geld, ze hoeven niet eens te zien, en toch zijn ze er tegen. Ja. Wat zou jouw antwoord hebben zijn? Aan hem? Aan Stephen Fry. Ja, wat zou mijn antwoord zijn? Ja. Dus dan moet je eigenlijk gaan uitleggen waarom homoseksualiteit toch verwerpelijk is. Dat is natuurlijk een lastige opgave. Ja, het gemene antwoord zou zijn, en dat begrijpt hij heel goed, is waarom antisemitisme bestaat. Fry heeft ook prachtige, ontroerende documentaires gemaakt over zijn Joodse geschiedenis, over de geschiedenis van zijn familie, over de geschiedenis die zijn familie heeft door moeten maken in vooroorlogs Europa. Dat begrijpt hij heel goed. Dus ik denk dat hij wel degelijk gevoel heeft over waarom verschillen gemaakt worden, waarom verschillen geassocieerd worden met minderwaardigheid, waarom het maken van verschillen kan leiden tot genocide. Hij heeft een heel goed begrip daarvoor, maar af en toe zet hij strategisch een ander verhaal. Het is een beetje rhetorisch. Ja.
Dames en heren, wie van u wil een vraag stellen over dit onderwerp? Wat ik me afvroeg bij dit verhaal is dat het over een globale discussie gaat. Dus wat voor rol speelt religie daarin? En de dan wel opkomst of neergang of teruggang van religie in verschillende gebieden in de wereld? Er wordt gezegd dat de globale strijd over homoseksualiteit onderdeel uitmaakt van een globaal cultuurconflict tussen in westerse wereld en religieus fundamentalistische wereld. Daar is iets van aan en daar is ook veel niet van aan. Ik zou zeggen dat homoseksualiteit een belangrijke rol speelt in het maken van die tegenstelling. Dus dat het idee dat er een globale strijd gaande is tussen een verlichte liberale wereld en een fundamentalistische wereld, het maken van die tegenstelling op een retorisch niveau en met allerlei concrete politieke effecten, daarin speelt homoseksualiteit een hele grote rol. Dus het is een heel sterk mobiliserende categorie en het is een categorie die ingezet wordt om dat idee van een globale strijd te creëren. Want zoals bij al dat soort categorische tegenstellingen, wanneer je precies er kijkt, dan zie je de anti-homo-wet in de Verenigde Staten. Dan zie je het gigantische cultuurconflict in Frankrijk dat uitgebroken is over homoseksualiteit. Dan zie je het bestaan van allerlei praktijken van gelijkgeslachtelijke seks in de Arabische wereld. Dus dan zie je hoe complex het feit is. Dus ik denk dat homoseksualiteit gebruikt wordt ingezet om het beeld van een absolute tegenstelling in het leven te roepen. Maar is er een verband, direct of indirect, tussen bijvoorbeeld secularisatie en dit hele conflict van homoseksualiteit? Is wel zeker een verband, maar ik vind het niet zo eenduidig en niet zo lineair als het vaak voorgesteld wordt. En Frankrijk is natuurlijk het land van de laïcité, het land van het staatsafgedwongen secularisme. We zien daar het grootste conflict over homoseksualiteit in een West-Europese land. In een West-Europese land in de afgelopen 20 jaar misschien wel. Dus het lineaire verband tussen secularisme en een pro-homo standpunt is daar duidelijk ver te zoeken. Ja, het is natuurlijk niet zeker dat in het algemeen religie aan, althans georganiseerde religie, aan de kant staat van de homofobe politici. Nee, kijk, in Nederland bijvoorbeeld is de emancipatie van de homoseksualiteit voor een groot deel via religieuze wegen verlopen. In naoorlogs Nederland zijn het progressieve dominees en progressieve pastoors die een hele leidende rol spelen in het acceptabel maken van homoseksualiteit voor bredere bevolkingsgroepen. Dus daar zie je helemaal geen categorische tegenstelling tussen homoseksualiteit en religie, maar eerder dat de emancipatie van homoseksualiteit via religie verloopt. Achteraf weten we dat dat een religie was die op weg was naar de uitgang. Maar op het moment dat dat proces zich ontvouwde, was dat nog geen sinds het geval. Andere vraag. Als u hier even wacht op de microfoon. En hier, Robert. Doet dit zo? Ja. Benieuwd waarom Nederland steeds weer als speerpunt in deze discussie fungeert. Dan gaat het over nationale spiritualiteit. In de Amerikaanse staten, in Spanje, altijd wordt weer teruggegeven in Nederland. Heeft dat ermee te maken dat we hier, ja, volgens mij wel een van de meest geïnstitutioneerde vormen van emancipatie hebben? Bijvoorbeeld het COC presenteert, is officieel een NGO, maar krijgt jarenlang banken subsidies toegegooid. Of is het probleem dat het zoeklicht nog steeds staat op 2001, waarin Nederland voor het eerst homohuwelijk kreeg, zich toe-eigenen, of, ja, zou je dat? Dus je bedoelt waarom in het buitenland verwezen wordt naar Nederland als, is dat wat je bedoelt, waarom dat gebeurt? Ja, dat ook, en nou, ook in Nederland zelf. Als het gaat over homonationalisme, in de hele discussie van vandaag, die zin in, speelt Nederland daar een enorme rol in. Ja. Ja, als je vraagt naar homonationalisme, dus de vraag waarom homoseksualiteit zo'n belangrijke rol speelt in nieuwe definities van nationale identiteit in Nederland, dan speelt Nederland daar een belangrijke rol, omdat Nederland daar een belangrijke rol speelt. Dat is heel eenvoudig. Dat homonationalisme, dat is voor een deel ontsprongen in Nederland. Het is met Pim Fortuyn en met zijn uitvoervolgers dat je die discursieve constellatie van homoseksualiteit, natie, nationale identiteit voor het eerst zo duidelijk ziet. Waarom dat in Nederland, specifiek in Nederland, gebeurt, daar zijn allerlei redenen voor te bedenken. Eén daarvan, denk ik, is dat homoseksualiteit
een heel belangrijke rol speelt in de politieke cultuur in Nederland, die op zoek is naar nieuwe zekerheden. Een groot kritiekpunt van Pim Fortuyn op de Nederlandse politieke cultuur was dat alles daarin onderhandelbaar was geworden. Pim Fortuyn is de aartsvader van de kritiek op de polderpolitiek. Dus Pim Fortuyn's standpunt was, alles is in Nederland onderhandelbaar geworden. Daarmee zijn we kwetsbaar geworden, vooral kwetsbaar ten opzichte van moslims, die wel heel goed weten wat ze vinden. We moeten nieuwe morele eikpunten vinden. Homoseksualiteit en het respecteren van homoseksualiteit was voor hen dat morele eikpunt. Dus ik denk dat een van de redenen waarom dit juist in Nederland zo speelt, is dat het probleem van het vinden van nieuwe morele eikpunten voor een politiek waar alles onderhandelbaar is geworden, dat was in Nederland natuurlijk heel erg een eikpunt. Omdat wij het onderhandelen en het polderen tot nationale deugd hadden verheven. Dus dat is een van de verklaringen waarom het homo-nationalisme in Nederland zo sterk is. Daarnaast, waarom het buitenland graag naar Nederland verwijst, ja, Nederland heeft eenvoudigweg een heel progressieve homopolitiek. Dat is toch niet waar. Het homohuwelijk was natuurlijk hier voor het eerst als volwaardig huwelijk ingevoerd. En het ondersteunen van de homobeweging door de staat, zoals je ook al zei, dat gebeurt in Nederland op een heel genereuze wijze. Dus er is wel zeker rechtvaardiging voor te vinden waarom men in het buitenland dat zou denken. Nog een vraag? Dan zou ik nog een vraag stellen. Je zou mondiaal kunnen zeggen dat een soort elite van landen, althans dat zijn in de zin van de rijkste, staan aan de kant van homo-gelijkberechtiging, officieel. Die leggen dat op aan de mindere goden in de wereld, de andere landen. Dus de elite tegen de rest. Is dat nou ook binnen landen zo? Is het zo dat in een land als Nederland de elite het over eens is dat homo's gelijk behandeld worden, maar dat dat een beetje opgelegd wordt aan grote groepen die hun mond daarover houden, maar die dat eigenlijk niet vinden? Ik vind Fortuyn Wilders claim natuurlijk te spreken voor Henk en Ingrid. Dus die hele retoriek gaat over wij zijn niet de elite, wij zijn de anti-elite. En wij zijn degene die in vrij treden voor homoseksualiteit. Dus op het niveau van retoriek klopt dat alvast helemaal niet. Degene die het homonationalisme inzetten, die zeggen dat accepteren van homoseksualiteit dat bij uitstek Nederlandse deugd is, die claimen niet te spreken voor de elite. Of acceptatie van homoseksualiteit per se iets is dat waarin elites voorgaan, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk het eigenlijk niet. En ik denk dat wanneer je zou kijken bijvoorbeeld naar de praktijken van homoseksualiteit, dat het al veel ingewikkelder ligt. Dat je buiten de elite heel lang in Nederland een veel rijkere praktijk van homoseksualiteit hebt gevonden dan je onder de elite aan zou kunnen treffen. Dus op het niveau van retoriek klopt het niet. En sociologisch denk ik dat het eigenlijk ook niet doet. Wat schat je als misschien een slotvraag? Wat gaat de toekomst brengen? Ik bedoel, internationale spanningen zullen er altijd zijn. Denk je dat homoseksualiteit als spanningspunt dat het eeuwig leven heeft? Niet eeuwig, maar we zijn er voorlopig nog helemaal niet vanaf. Nee, dit gaat nog een tijd mee. En dit gaat nog een tijd mee, denk ik, omdat een van de dingen die ik in het verhaaltje niet heb gezegd, maar wat ook van belang is, is dat homoseksualiteit moderniteit representeert. Homoseksualiteit representeert op symbolisch niveau moderniteit, het onbeheersbare daarvan, het verleidelijke daarvan, het gevaarlijke daarvan. Nou, van die aspecten van moderniteit zijn we voorlopig nog helemaal niet af en daarmee ook niet van homoseksualiteit als rhetorische categorie. Dank u wel. Graag gedaan.